Hey, leuk dat je weer kijkt. Hier is een nieuwe voedingsvideo van de dinsdag. Vandaag gaat het over de regels van mijn boek In 28 dagen vergif belt naar tempel. Want het is misschien iets handig om die eens wat meer uit te leggen. Waarom sluit je bepaalde dingen uit in die 28 dagen? En waarom eet je bepaalde dingen wel? En hoe zit het dan met porties bijvoorbeeld? Nou, laten we even beginnen met de regels uit mijn boek In 28 dagen vergif belt naar tempel. Allereerst gluten. Gluten is een eiwit wat in onder andere darmen zit en in roggen, in nog meerdere granen. Maar dat is een eiwit wat heel veel mensen slecht kunnen verteren of waar heel veel mensen slecht tegen kunnen. En wat ik heb gemerkt in uit alle reacties in al mijn mails van lezers is dat heel veel mensen zich beter voelen als ze het niet eten. Nu kun je erover debatteren hoe dat dan komt. Komt dat dan omdat ze geen gluten eten of komt dat omdat ze meer groenten eten bijvoorbeeld? Kijk, je kan dingen van zoveel kanten bekijken. Maar ik denk dat het sowieso een goed idee is, en dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven, om het eens een maand helemaal niet te eten. Niet om het per se voor altijd te doen, maar om het eens uit te sluiten en daarna eens te kijken in hoeverre het je het wel weer in je voedingspatroon wil toevoegen en hoeveel dan. Want we weten natuurlijk allemaal dat we veel te veel boterhammen, pasta, dat soort dingen zitten te eten. Is makkelijk, pak je zo uit de la, een cracker, een koekje, dat soort dingen. En dat het goed is om het eens helemaal niet te doen, om daarna te kijken welke dingen je weer gaat toevoegen. En hoe dat bevalt, dat ik je dus eens andere dingen ga pakken uit de supermarkt. Anders gaat lunchen, anders gaat ontbijten, andere dingen leert eten. Ja, dat is gewoon een goed idee om je scope eens even een beetje te verbreden. Nou, dan als tweede koemelk. Alles van de koe, we kunnen natuurlijk lang of kort praten, daar kun je uren over zitten met allerlei deskundigen over of zuivel nu wel of niet goed voor ons is. Maar heel veel mensen verslijmen ervan. Of dat nu in de darmen is, of dat je constant verkouden bent, of dat soort dingen. En om erachter te komen of dat voor jou het geval is, is het ook een goed idee om het eens een maand te laten staan. Dus ook kaas, ook yoghurt, ook melk, al dat soort dingen even een maandje laten staan. Nogmaals, hoeft niet per se voor de rest van je leven, maar om eens te kijken hoe dat voor jou bevalt. Goed idee. In mijn boek zeg ik dat je wel zuivel van schaap en geit mag. Dan kun je natuurlijk afvragen, ja, hartstikke leuk Jacqueline, jij zegt dat koemelk borstvoeding voor kalfjes is, maar wat moet ik daar dan mee? Hele goede vraag. Het punt is dat geitenmelk door de meeste van ons veel makkelijker verteerd wordt dan koemelk. En omdat het best wel moeilijk is om Nederland en de boterham en de kaas af te nemen, zeg ik neem dan wel zuivel van geiten en schaap. Zodat je dat in ieder geval, dat je wel lecker je spinazie kunt gratineren met wat pecorino. Je lekker wat feta door je salade kan doen, dat soort dingen. Dus eigenlijk om een eerste stap te maken. Als je dat nou helemaal niet wil, die zuivel van geiten en schaap, laat het dan vooral achterwege. Ik vind geitenjoghurt heel lekker trouwens. Nou, dan zijn er nog wat voor de hand liggende dingen. Suiker, wat natuurlijk als een duivel wordt bestempeld tegenwoordig. Hè, zijn we allemaal bang van, heel eng. Suiker is voedsel voor je brein. Dus wat dat betreft is daar niet zoveel mis mee. Maar ook daarvan krijgen we veel en veel en veel te veel binnen. Dus is het goed, denk ik, om het deze maand helemaal te laten staan. In mijn boek wordt ook verteld wat de schuilnamen van suiker zijn, want het is een belangrijk idee om goed je flesjes en pakjes en zakjes en potjes om te draaien om te kijken wat erin zit. En heel bewust te kiezen voor dingen die dat, weet je, waar dat niet in zit. Natuurlijk zit in een banaan ook natuurlijke suikers, maar je eet dingen dan in zijn natuurlijke matrix. Dus eet het niet als extra ingrediënt in een product. En het heeft vele schuilnamen, dus duik daar goed in. Dan verder eigenlijk alle E-nummers, toevoegingen en dat soort dingen. Nu is het niet zo dat alle E-nummers slecht zijn, dat wil ik ook eventjes uit de wereld helpen. Want een heleboel E-nummers zijn gewoon nodig voor voedselveiligheid. Om vlees veilig te houden bijvoorbeeld. Worden er blauwe bessen gebruikt om kleur te geven aan bepaalde producten. Maar er zijn ook E-nummers waarover gedebatteerd wordt, waarvan heel veel partijen zeggen die zijn slecht voor de gezondheid. Een oom van mij is toxicoloog, daar vraag ik ook vaak dingen aan van joh, hoe moeten we daar nou eigenlijk mee omgaan? En die zegt vaak, we weten niet wat het op de hele lange termijn gaat opleveren, alleen wat het op korte termijn oplevert. En we weten ook niet wat die cocktail aan E-nummers met elkaar oplevert. Dus ja, dat is gewoon even iets dat je denkt, laat het ook even een maand staan of wat langer voor jezelf. Maar experimenteer daarmee. Kijk voor jezelf hoe dat gaat. Ook vlees is een no-go in mijn 28 dagen. Ook hier wil ik weer bijzetten, ik ben niet per se tegen vlees.
Ik vind het prima als mensen vegan of vegetarisch willen eten, weet je. I applaud you. Dat vind ik heel erg goed. Maar duid daar wel goed in. Ik denk dat het belangrijk is dat je goed weet wat je dan kunt vervangen. Dat je goed blijft opletten. Dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt uit plantaardige bronnen. Duik daar goed in. Het is echt goed om niet voor de hele lange termijn hele voedingsgroepen uit te sluiten. Maar goed, voor die 28 dagen is het een goed idee om het uit te sluiten. Waarom? Omdat wij veel te veel en heel slecht vlees eten. En om het dus een maandje niet te doen en daarna weer, eigenlijk geldt hetzelfde hiervoor als voor die andere dingen, veel bewuster te kiezen, daar leer je een hoop van. En daarna kun je beter met je voeding omgaan. In de maand is het ook belangrijk dat je een aantal non-food aspecten aanhoudt, waaronder het koud afdouchen. En op het moment dat ik dit opneem is het, nou, ik geloof al min 20 buiten qua gevoelstemperatuur, dus dan moet niemand daaraan denken. Maar je zult merken dat als je na een hele warme, behagelijke douche lekker koud afdoucht, dat je lichaam daarna lekker gaat opwarmen. Het is een beetje vergelijkbaar met sneeuwballen gooien zonder handschoenen. Weet je nog als kind dat je daarna hele warme, tintelende handen krijgt? Want je lichaam reageert op de temperatuur. Kijk maar verder bij Wim Hof, die daar ontzettend veel zinnigs en fantastische dingen over te vertellen heeft. Verder is transpireren heel lekker. Zorg voor jezelf. Al het geld wat je bespaart door bijvoorbeeld geen alcohol te drinken, altijd een goed idee, zie je ook mijn programma Ontwijnen. Kun je besteden aan bijvoorbeeld een lekkere massage voor jezelf. Zorg voor jezelf. Maak van die 28 dagen een feest, een belevenis, iets intens. Wat betreft porties, want daar zou ik ook nog iets over vertellen, ik heb daar helemaal niets mee. Ik doe niets aan hoeveelheden. Eet wat je wil en waar je behoefte aan hebt. Ik zeg altijd dat het heel belangrijk is dat we weer gaan luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt. Waar hebben we behoefte aan en wat voor hoeveelheden. En dat kan best dat je in de eerste week een beetje overboord gaat met bepaalde voedingsmiddelen. Maar dat ga je daarna vanzelf compenseren. Want ja, hoeveel broccoli en hoeveel zalm bijvoorbeeld kun je eten? Weet je, van echte voeding ga je uiteindelijk luisteren naar je lijf en minder eten. Komt vanzelf goed. Nog even een laatste tip voordat je start in de reis van 28 dagen van Geef Wel naar Tempel. Bouw secuur af met dingen als koffie en suiker en alcohol. Zeker koffie. Als je daar zomaar abrupt mee stopt na een kopje of 10 per dag, dan kan dat wel eens heftige hoofdpijn gaan opleveren in de eerste paar dagen. En daar word je natuurlijk niet heel erg blij van. Dus let daar goed op. Dat was mijn vlogje voor deze week. Volgende week ga ik dieper in op hoe jij dan je dagen kunt invullen. Zonder gluten, zonder zuivel, zonder suiker, zonder boterhammen met kaas, zonder tosties. Help, zonder koffie. Praktische, leuke tips over super lekkere maaltijden. En een heerlijke maand op weg naar een tempel. Ik zie jullie gauw.